geval. Maar goed, big data. Ja. De centrale vraag was eigenlijk voor mij in elk geval wat big data nou precies was. En hoe dat voor ons relevant is. Hè? Want wij hebben veel meer te maken met websites en content. En de bedrijven waar wij mee te maken hebben die de meest grote data hebben. Ja. Zou je zeggen is bijvoorbeeld een Funda of een van onze bankcollega's, vrienden. Ja. Die hebben een heleboel gegevens over hun klanten of over huizen in dit geval. Ja. Maar dat is geen big data. Okay. Dat is een boel data, maar het is geen big data. Okay. Het blijkt dus dat... dit is mijn interpretatie hoor. Maar als je een heleboel gegevens verzamelt... en dan heb ik het over terabytes of petabytes. Ja. Goede naam trouwens. Petabytes aan data... dat je eigenlijk de ene tuple, dus het ene elementje... bijvoorbeeld de naam van iemand of het adres van wat dan ook... dat dat niks meer waard is, dat het eigenlijk niet belangrijk is... dat is het moment dat het big data wordt. Ja, dus zodra je daar hele andere kruisverbanden kan maken... dan alleen maar waar iemand woont of wat iemands gedrag is. Je wil eigenlijk het gedrag van miljoenen mensen. Kudde gedrag. Het is kudde gedrag. Het is bestuderen. Het is vooral patronen herkennen. Ja. En zodra je dat gaat doen, dan ben je daarmee bezig. Dus meer met de massa bezighouden dan met individuen. Ja. Het is een beetje net als in de luchtvaart. Daar heb je van die aerodynamica laboratoria. Waar ze allemaal van die flows rond dat vliegtuig of rond die vleugel proberen te detecteren. Nou, één zo'n elementje, dat is niet interessant. Maar wel waar alle lucht gemiddeld naartoe gaat. Ja. Nou, en dat is dus big data. En daar werd dus over gepresenteerd in het Eindhovense. Op de campus van Philips. Wat trouwens erg mooi is. Lijkt net alsof je door een maquette heen loopt. Zo clean. Ah. En vertelde daar de CTO van Philips ook over dat zij een enorm project gaan beginnen over waar ze big data gaan gebruiken. Maar, en dat is een groot verschil, zij willen dus alle productjes die zij verkopen, koffiezetapparaten, tandenborstels, weegschalen, etc., willen ze allemaal voorzien van een chipje, van een IP-adres eigenlijk. Ja, ja, ja. Dat moet allemaal online, er moet wifi in zitten of weet ik veel wat. De Internet of Things. Ah. Precies, ja. Dus de Internet of Things was daar heel erg, was ook een relevant onderwerp daar. En wat eigenlijk betekent dat alles om je heen verbonden is. Niet alleen met het internet, maar ook met jouw persoon. Ik ken die Internet of Things, dat ken ik dus vanuit een gebruikersperspectief. Dat je denkt, van, het is handig om sommige of om apparaten aan het internet te koppelen. Ja. Daar kan je voor gebruikers toffe dingen mee. Maar blijkbaar kan je daar als marketeer ook toffe dingen mee. Alle data verzamelen. Exact. Of als productdesigner. Zeker. Ja, ja, ja. Want je kan het al een beetje op je klompen aanvoelen. Wat gebeurt er dan als in jouw Philips profiel het poetsgedrag van jouw kinderen komt te staan? Nou, dan heb je natuurlijk een profieltje. Wat heet Jantje. En Jantje die poetst op zaterdags niet zo goed zijn tanden. Dus dan kan je hem een standje geven. En dan kan Jantje veel beter... Dat is toch een privacy issue? Ja, nou goed. Stel je voor dat ze dat oplossen. Hè? Dat het allemaal netjes beveiligd is, et cetera. Die gegevens, die zijn niet van jou. Die gegevens, want jij tekent dan zo'n waiver. Van ja, ik gebruik dit. En dat is gratis, voorwaardens. Dat gratis, je koopt toch een tandenborstel? Ja, ja, precies. Maar die dienstverlening van dat je Jantje in de gaten kan houden... zijn poetsgedrag in de gaten kan houden... daar willen ze graag een dienst van maken die gratis is. En daar zeg je zo van... Ja, ik vind dat dus... Dat zou... want wat je dan krijgt is dat je om een dienst af te kunnen nemen... moet je akkoord gaan met... het geven van jouw informatie. Ja, maar een stuk hardware, hè? Let op. Ik denk dat daar twee soorten akkoord zouden moeten bestaan. Ja. Eén, je betaalt voor de dienst en blijf af van mijn data. Dit is mijn data. Ja. Of twee, ja hoor, je mag het gratis. Ik wil gratis, maar dan mag je mijn data gebruiken. Ja, of voor een verminderde prijs misschien. Ik weet het niet. Zoiets. Ja. Dus net als bij de Kindle, dan krijg je banners. Ja. En in ruil voor die banners wordt jouw Kindle twee tientjes goedkoper. Precies.
Ja, inderdaad. Maar ik wil namelijk helemaal geen data, maar ik wil wel die apparaten kunnen gebruiken. Ja, want het zijn reuze fijne apparaten. Die tandenborstels, die poetsen als een zotte. Nou ja, die hoef ik dan specifiek niet. Maar ik kan me voorstellen dat ik sommige dingen, sommige apparaten online zou willen hebben. Ja. Maar ik wil helemaal niet dat, dat bedrijven mijn data hebben. Daar moeten ze vanaf blijven. Ja, want er zijn een aantal consequenties van bedrijven die data hebben. Want, en dat gaf die CTO aan. Die zei van, die data is waardevol voor ons. Ja. En wat hij mee bedoelde was niet dat hij persoonlijk jouw poetsgedrag aan het analyseren is. Of wat dan ook. Nee, er zijn mensen of bedrijven die daar wel geïnteresseerd in zijn. En die willen ze, die data willen ze graag verkopen. Ja. En dat zijn dus, nou, noem ze wat, tandpasta fabrikanten. Ja. Die misschien een ultieme formule willen, zodat er genoeg tandpasta wordt verkocht. Ja. Maar ook bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen. Ja. Dat zij. Maar die zijn weer juist ook weer in individuele dingen geïnteresseerd. Ja, inderdaad, ja. Maar dan krijg je wel, dus dan krijg je inderdaad massagedrag, wat in big data vorm natuurlijk reuze interessant is. Want dan heb je een soort van, je kan een gemiddeld risicoprofiel maken van een poetsende Nederlander. Ja. Maar je kan inderdaad ook zeggen van, en dat voorbeeld werd gegeven, dat jij korting krijgt op je tandheelkundige verzekering. Als je zo'n tandenborstel neemt. Als je zo'n tandenborstel neemt en ze zien dat jij regelmatig je tandjes poetst. Stel je voor, zeg hé. Hey. Oh, dat is echt wel Big Brother. Dat is Big Brother. Verzekeringsmaatschappijen gaan kijken of je tandjes wel goed poetst. Jezus Christus, zeg hé. Hey. Kijk, dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld, maar die. Bro, ik ben er nu mee bezig met mijn kind. Ja. Om haar te leren om goed de tanden te poetsen. Dus dan sta ik erbij. Ja. Maar ik wil dat zo snel mogelijk vanaf. Dat moet ze lekker zelf doen. Ja. Je wilt eigenlijk een e-mailtje krijgen als ze niet haar tanden poetst. Nee, dat wil ik niet. Nee. Nee, ik wil juist niet haar controleren. Nee, inderdaad. Ik wil haar leren zelfstandig te zijn. Ja. Maar de verzekeringsmaatschappijen die zijn natuurlijk op zoek naar risicovermindering. En als voorbeeld werd een positief voorbeeld gegeven. Dat je korting krijgt op je verzekering als je goed je tanden poetst. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Ja, het is geen korting krijgen. Het is een boete als je het niet doet. Precies, ja. Het is een bedrijf wat natuurlijk winst wil maken en geld wil verdienen. En dat zullen ze niet doen door korting te geven. Nee. Wat ze waarschijnlijk wel zullen doen is, hey, wil jij er zeker van zijn dat het tarief hetzelfde blijft, dan moet je deze tandenborstel gaan gebruiken. Precies. En een tandenborstel is een vrij onschuldig voorbeeld. Ik had er nog helemaal niet aan gedacht. Je hebt inderdaad, ze hebben nu die lampen, die zijn nieuw van Philips met een wifi-verbinding. Dus die kan je van een afstand beheren, die kan je een beetje slim programmeren. Ja. Maar die zitten dus ook, die zenden hun gegevens wellicht ook gewoon naar Philips. Ja. Zo. Ja, en zo zit het ook met de Nuon die smart meters gaat installeren. Nee, dat zijn ook allemaal dingen die over het internet jouw gedrag eigenlijk aan het zenden zijn. En het is als individu is dat, krijg je een heel oncomfortabel gevoel bij, al was het maar inderdaad privacy en dat soort dingen. Nou, maar ik vraag me ook af, waarom zou je dat willen als bedrijf? Want zoveel heb je er nou ook weer niet aan. Het is echt. Nee, en daar zit het. Zou het nou echt tot revolutionaire inzichten komen die je met een beetje gezond verstand niet kunt achterhalen? Nou, dat is een beetje de achterliggende gedachte van Big Data. Is dat niet alleen het poetsgedrag van Nederland wordt genomen. Maar het poetsgedrag samen met het weer. En wordt gekeken van, oké, wat voor invloed heeft het weer daarop? Ja, en wat betekent dat dan? Ja. Bijvoorbeeld, het is lekker weer, dus mensen stoken minder. Damn, daar heb je een slimme meter voor nodig, zeg. Ja. Kan ik je zo vertellen? Ja. Ik vind dat... Het is een hele technocratische instelling. Ja, maar inderdaad. Het is ook het idee dat je alles moet meten en dat het tot unieke inzichten leidt. Dat is zo'n onzin. Ja. Ja, het leidt tot inzichten, maar misschien ben je wel in het begin helemaal fout geweest. Wat belangrijker is, zag ik een hele mooie presentatie, las ik gisteren toevallig daarover. Mm-hmm. Goede designers die de juiste vragen weten te beantwoorden. Als je namelijk in het begin
niet het juiste probleem hebt opgelost en dat ga je lopen meten, ja, dan ga je de niet juiste oplossing perfectioneren. Ja. Maar omdat het in het begin al helemaal mis is, wordt het nooit echt goed. Loopt het dus spaak. Als je een goede, ja, designer hebt, die kan ervoor zorgen. Dus dat meten, dat, ja, het is belangrijk om te meten. Maar goed design, goed uitgedacht ontwerp is veel belangrijker. Dus dan gaat het meer over de conclusie die je trekt dan over ja, of zoiets. Nou ja, gewoon. Ja. Kijk, als je een middelmatig designer iets hebt laten maken. Ja. Dat staat live. En dan ga je meten. En dan ga je dat middelmatig design ga je hier en daar aanpassen. Dat betekent, mm-hmm, dat je iets wat in principe al niet goed is, gaat lopen verbeteren, ja, stapje voor stapje. Als je nou hebt gezorgd voor een goede designer, dan is het meteen al goed. Dan heb je helemaal geen, dan heb je veel minder verbetering nodig. Ja, maar dat valideren dat het goed, want dat zie je ook bij een heleboel start-ups. Ja. Daar zie je dat mensen er hebben. Neem Flickr. Flickr was eigenlijk product wat voor gamers was. Maar ze zijn erachter gekomen dat mensen gewoon heel graag plaatjes met elkaar uitwisselen. Ja. Dus op die manier zijn ze wel door metingen, maar of in elk geval door gedrag, zijn ze erachter gekomen van, oh ja, eigenlijk, nou ja, is het, maar daar heb je geen metingen voor nodig. Hè? Als mensen gewoon zeggen van, hey, ik wil gewoon plaatjes uploaden. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, of als je ziet dat het daarvoor gebruikt, ja, precies, wordt. Ja. Ja, dat is zeker zo. Deze presentatie ging trouwens specifiek over design voor start-ups, hoe belangrijk dat is. Okay. Dat is echt wel interessant. Hm. Hou die gedachte. Ik ga even de camera eraf halen. Ja, de camera eraf halen. Zodra we stilstaan. Ja. Oh, daar gaat iemand zelfs weg. Ik durf toch niet. Nee. Maar oh, wat, dan worden mijn haren nat. Hey, kijk, de auto van degene die we net bedoelden. Ja, go on. Okay. Ja, ik snap wel, analytics zijn best wel belangrijk. En analyseren van stukken data is best belangrijk, maar er wordt echt zo ontzettend veel waarde aan gehecht. En volgens mij is dat overdreven. Volgens mij is dat niet nodig. Er wordt, weet je, je hebt dat bekende voorbeeld van Google, ja, die in plaats van gewoon een ervaren designer zijn werk te laten doen, hebben ze onderzocht welke van de 50 verschillende tinten blauw nou het beste was. Okay. En dat zijn dan echt minieme verschillen. En dat gaan ze dan, omdat ze zoveel bezoekers hebben, hebben ze dat lopen uitzoeken. En dan denk ik, dat is toch een waste of time. Ja, ja, het, dat gaat echt, dan denk je dat ze aan het onderzoeken zijn voor het onderzoeken. En ik heb het ook wel bij klanten gezien. Die dan heb je sites die een bestelflow die helemaal ramvol zit met opties en dingetjes. En, mm-hmm, en dan vraag ik, waar is dit allemaal voor? Want het overzicht is weg. Zoals, ja, maar dit knopje, toen we die toevoegden, leverde dat ineens een omzetverhoging of een doorklikverhoging van 1% op. Ja. Maar meten ze dan de rest ook? Wat voor eventueel een negatief gevolg het kan hebben? Nou ja, en dat is dus het punt. Dus al die dingetjes individueel hebben misschien wel bijgedragen. Of individueel was het telkens een verhoging. Maar nu, mm-hmm, al die dingen bij elkaar zorgen misschien weer voor een verlaging. Daar heb je goede, ja, designers nodig die je daarop wijzen van, hey, misschien is minder soms wel beter. Of misschien heb je een ander probleem. Moet je dat... Ja. Maar moet je dan opnieuw gaan nadenken? Want het, je moet altijd natuurlijk nadenken. Ja, je moet nee, niet maar, alleen machines en robots het werk laten doen. Nee, inderdaad. Ja. Hoi.